Welkom allemaal, dit is weer een nieuwe aflevering van Hilde. En vandaag gaan we het hebben over ouders van kinderen met een verslaving. Ik kom uit een gezin waar verslaving was, dus ik ben opgegroeid in een verslaafd gezin. Ja, ze zeggen je blijft altijd verslaafd, zeggen ja. ze. En toen kregen wij ineens te horen dat hij verslaafd was aan cocaïne. Nou, dat was iets wat ik nog nooit had bedacht. Die ene die verslaafd is, toch een beetje voortrekt en bevooroordeeld. En die vinden zich achtergesteld. En ja. Ja, dan gaan wrijvingen ontstaan. Ze werden vandalisme, weet je wel, vandalisme kwam boven water. Ze waren niet meer aan te sturen. Vrij snel kwamen ze erachter dat die verslaving toch heftiger was dan dat ze gedacht hadden. En een van die afspraken was op het moment dat wij dachten, jij hebt nu weer gebruikt, dan wilden wij daar een bewijs van. Want als een ouder eerder hulp krijgt en dan inzicht heeft in dat systeem, dan kan hij ook eerder zijn grens aangeven. En dat heeft zijn weerslag uiteindelijk op het kind.